In de vorige aflevering zag je dat we het IJsselmeer en Markermeer doorkruisten, we diverse sluizen passeerden, muggen zwermen en noodweer overleefden en uiteindelijk in Harlingen bij de Atlantikwerf eindigden om de laatste voorbereidingen te treffen voor de oversteek naar Denemarken. De komende dagen willen we graag de oversteek naar Denemarken maken. De route gaat dan van Harlingen over de Waddenzee tussen Vlieland en Terschelling door en dan de Noordzee over richting Tubereuen om dan daar in de Limfjord bij Lemvig aan te komen. Een tocht van zo'n 262 mijl waar we tegen de 50 uur over denken te doen. 2 dagen en 2 nachten op zee dus. De verwachte wind is zuidwest, dus die hebben we mee. De moeilijkheid zit hem hier voornamelijk in het begin. Ten noorden van de Waddeneilanden moeten we 2 routes voor grote zeeschepen oversteken. Hier rood omcirkeld. De schepen varen ook dag en nacht en gaan niet aan de kant voor een zeilbootje. Zelfs niet voor onze Eva. Oppassen dus. Daarnaast moeten we de hele tocht slalommen tussen de olie- en gasproductieplatformen en windmolenparken. Daarvan zie je hier een paar zwart omcirkeld. Voordat we aan zo'n tocht beginnen, moeten we wel het een en ander voorbereiden. In Harlingen. Bij Atlantic. We gaan morgen richting Denemarken, want de grenzen zijn weer open. Althans, die gaan morgen open. Ja. En vandaag even boodschappen doen voor... Ja, voor de tijd in Scandinavië. Nou, boodschappen gaan in Harlingen. Ben mag de kar trekken. Ja. Kijken of ik jullie dat ook al laat zien. Aardbeien jam hebben we nu. Dus wat Ben en ik aan het doen zijn, is een beetje aan het voorbereiden. Ik ben... Nasi aan het maken. Daar rijst en eitjes. Brood heb ik al gebakken. En Ben is buiten bezig met de voorbereidingen. Die legt de lijflijn aan op de boot. Dat zal ik zo even laten zien. Nou, deze gaat hier boven in ieder geval. Kijk, daar komt frisse lucht door. Maar als je pech hebt, komt er ook zeewater door. Dus die gaan we ook dichtmaken vandaag. Met speciale banden. Ja, dat is het, denk ik. Deze lijn heb ik net aangelegd. Vastgemaakt. Die loopt helemaal naar voren. En dan kun je dus aan vastklikken als je op zee bent en naar voren op de boot moet. Beveiliging is het dus. Nou, aan stuurboord ligt ook zo'n lijn. Hoe noem je het eigenlijk? De lijflijn, Ben? Of zo. Ja, een looplijn noem ik het eigenlijk altijd. Een looplijn. En dan hebben we, als we op zee zijn, hebben we altijd zwemvest aan, of reddingsvest eigenlijk, met een harnas. En dan kunnen we deze aan vastklikken, zo'n haak. Dat is een haak die niet zomaar opengeduwd kan worden. En deze zitten bij wijze van spreken aan je vest. En de andere maken we dan hier, als we naar voren moeten, even vast aan de lijn. Zo. En loop hiermee naar voren. En hier kan je dan doen wat je wil. Wat ik wil laten zien, we hebben aangeschaft ooit de MOB-1 van Rescue Me. Dit is een apparaatje dat geeft een... Dit bouw je in je zwemvest, of in je reddingsvest eigenlijk. En dat geeft dan een AIS-signaal op het moment dat je onverhoopt overboord mocht gaan en hij wordt geactiveerd. Dus dat moet eventjes in het vest geknoopt worden. En dan hopen we dat mocht er iemand overboord gaan die niet aangelijnd was, want zo is het ook nog eens een keer, dan dat we die persoon toch terug kunnen vinden. Dat zou echt wel fijn zijn. Dus dat ga ik even doen. Die zit om de luchtkamer. Die zit hier vast aan het klippie. Blaast de luchtkamer op. Dan wordt het grijze dingetje hier eruit getrokken. Dan komt er antenne uit. Dan gaan de lampjes knipperen. En dan komt een AIS-signaal. Wordt eruit gezonden. En dan kunnen we het terugvinden. En intussen kan je natuurlijk
Lekker met je fluitje spelen. Ja. Niet? Om de MOB1 van Ocean Signal te programmeren met het MMSI-nummer van onze boot. Zodat als je overboord gaat, hij ook daadwerkelijk een signaal geeft naar onze boot. Van hey, er gaat een alarm af hier aan boord. Op het moment dat de MOB1 wordt geactiveerd. Maar er moet natuurlijk ook ons nummer erin geprogrammeerd worden. Nou, daarvoor kan je naar de website van Ocean Signal. Dat heb ik hier eventjes gedaan. Ik heb ons MMSI-nummer ingevuld. Het aardige is dat de instructie om dat te programmeren na de instructie komt van het inbouwen. Dus ik heb net alles in het veld gedaan. Dat gaan we er nu weer even uithalen. Maar dat is een goede oefening. Om dat een keertje eruit te halen. Om er weer in te doen. MOB1. Het plastic kapje moet er af. Zo. Dat is deze. Zo. En dan krijgen we er een rubbertje bij. Dat is dit. Kijk. En die moet hier overheen. Op deze manier. Zo. Zo. En dan moet je het knopje een tijdje induwen. Minimaal 15 seconden, zeggen ze. En dan gaat hij groen knipperen. Nou, dat ga ik even doen. Kijk, dan gaat hij groen branden. En dan houden we hem tegen het scherm. Echt er tegenaan houden. En dan gaat hij programmeren. Door flitsjes, door lichtflitsjes. Ja, dat kan je nu even niet zien. Kijk. Dit is goed. Krak er niet uit. En weer terug ingebouwd worden. En dan geeft hij een alarm hier aan boord op het moment dat een van ons overboord gaat. Hoe leuk is dat? Zo. Staat een nasje erop? Nee. Nou kijk, ik heb ook een nasje gemaakt. Oh, afwas gedaan. Beste Nessie. Ja. Zo lekker. Denk ik. Het is handig voor onderweg als je denkt, je hoeft niet te koken. Of alleen maar op te warmen. IJs gekookt, afwas gedaan. Bedje gaan we zo nog even opmaken. Ben? Ja. Ik ben even het zeiltje spannen. En wat gaan we nog meer doen? Nog de randjes, hoe heet die nou? De luchthappers, de doradeboxen dichtmaken. De doradeboxen, daar kwam vorig jaar zout water door. Vonden we niet zo grappig, want er werd hele bootzout. En daar blijken, dat heeft Ben al eens willen laten zien in de video, randjes voor te zijn. Afplakbandjes. Ja, ze liggen al buiten, Ben. Ja, ze liggen al buiten. Ze liggen al buiten, ze liggen al klaar. Dus die gaan we er ook nog even op doen. En inmiddels is het 12:30, dus zo'n beetje, 12:00, 12:30. En we wilden om 13:30 weg, dus volgens mij gaat het precies goed. We gaan hier een zeekooi maken, zoals dat heet. Tenminste, ja, ik ga eerst even de boel een beetje opruimen en dan ontstaat hier een zeekooi waar we dus tijdens een overtocht kunnen slapen, om beurten. Dus dat gaan we nu maken. Zo, die maken we hier vast. Zo. Mooi zeiltje gespannen. Dan kunnen we daarachter echt een bedje maken. Je kan zo in. Hierdoor wordt de kajuit geventileerd. En als we
ze in ruig weer komen, dan komen de hele golven over het dek. En dan wil het hier wel eens naar binnen gaan en dan komt het toch in de kuit en dat is niet fijn. Dus voordat we een ruige tocht gaan maken, of denken te gaan maken, doen we altijd eventjes die dingen afsluiten. Dus... Dus de ventilatie in de kajuit misschien wel minder, maar er is ook veel minder zeewater binnen. Zo, dat is de eerste keer dat we ze voor een tocht plaatsen. Goed hè, we zijn goed bezig in de voorbereidingen. Tot ziens Atlantic. Eerst is door de industriebrug. Aan de rood. Ja. Dankjewel hè. Gaan we Ben? Ja we gaan. Het is echter vertrekken dan uit Drimmelen, denk ik. Ja, denk ik ook, ja. Wat lukt hier? Ik wil aan een krapje. Ja, het is heel krap. Kijk, je ziet het ook op de video. Links en rechts boten en een tegenligger. Nou, die kan je... Daar. Onder het... Als allerlaatste voorbereiding tanken we nog even brandstof en dan is het tijd om echt te vertrekken. Nou, dan komt de Katamara dan. Ik hoop dat hij langs ons heen gaat. Ik denk het wel. Jezus, gaat dat ding hard. Nee, hij stuurt erbij. Zo snel mogelijk naar de Schelling. Golven! Ja. Kunnen we een sleepje vragen aan die gasten? Maar straks wordt het beter. Ja, kijk maar, daar is blauw. Daar is blauw, ja. Nou, daar gaan we tussen Vlieland en Terschelling door. En het heet. Zuiderstortenmelk. Zuiderstortenmelk. Dat. Wat is de grap, schat? Ja, dat ligt. Ik zou denken, nou, dan gaan we daar naartoe. Ja. Maar dat kan niet. Ik heb misschien ook wel een beetje een dorpje. Maar het is daar ondiep, zeer ondiep. Het valt er droog. Misschien niet, het is nou hoog water. Maar we wagen het op. Dus we gaan netjes helemaal eerst zo. Een stuk daarin. Dan ja. We gaan eerst nog een eentje naar... Terschelling, die kant op. We gaan straks af, linksaf, het Zuiderstortenmelk op. Ja, vandaag hebben we stroom mee. We zijn onderweg naar Denemarken met
tussen Vlieland en Terschelling doorgezeild. We zijn inmiddels op koers richting het noorden van Denemarken. Tubereun, dat is waar we naartoe willen nu. We gaan redelijk die koers. Maar het is ook zo'n beetje voor de wind. Dus we zijn niet helemaal voor de wind gaan liggen. Een klein beetje ruime wind. Hè. Dan komt de wind zeg maar een graad of 10, 20 van achteren. We hebben alleen maar grootzeil op. Geen fokken. Komt ook omdat we de avond ingaan. Als we morgen, als morgen nog steeds van dit weer is, dan zouden we eventueel kunnen overwegen om een genhaken bij te zetten. Maar ik denk het niet eens, want het is. We hebben nu 16 knopen apparent wind, dus dat is de schijnbare wind. Nou, dan zet je geen genhaken meer op. Dat is veel te heftig. We gaan voort met bijna 7 knopen. Dus alleen op de grootzeil vind ik dat eigenlijk wel prima. We gaan behoorlijk rechtdoor. Straks hebben we de shipping lanes. Ik zal nog even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar het weer ziet er in ieder geval hartstikke goed uit. Ik heb begrepen dat we de komende dagen dan misschien wel iets meer wind krijgen. Misschien dat de wind iets draait. Maar dat is het wel. Oh, en nu moet ik stoppen. Ik zie ik alweer. Hans. Een kommetje nasi. Oh. Ja. Een kommetje nasi. Het is etenstijd. Het is al lang etenstijd geweest. Ja joh. Ja. Maar ik was nog even aan het laten zien dat we dat de voortgang redelijk goed is. Ruim zes knopen. 16 knopen wind. Dit is waar we zijn. We zitten nu net boven. Nou ja, boven de Schelling zeg maar. Nou, dat is ook prima. We gaan nu eigenlijk de shipping lanes oversteken. Nu al? Ja? Nou ja, ze zijn in beeld, dus zijn we ermee bezig. Ik zal even zeilen laten zien, misschien ook wel leuk. Of zeilen, zeil. Ja, dit is het ook zo. Het laatste containerschip, hopen wij, waar we last van hebben op weg naar Denemarken. Tubereun. We steken nu de shipping lane over. En deze kwam echt dichtbij. Of ja, wij kwamen bij dichtbij eigenlijk. Want we kruisen zijn pad. Echt prachtig. Ja, het is heel leuk. In een volgende aflevering zie je hoe we de overtocht naar Denemarken volbrengen en dat we ondanks toenemende wind en buien in het laatste stuk toch in de Limfjord aankomen, al worden we nog even opgehouden door een visnet. We leggen uiteindelijk veilig in Lemwik aan. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, kijk op de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!